Wat doe je allemaal als politiechef van Amsterdam? Wat is het grootste verschil tussen Rotterdam en Amsterdam? Wat voor opleidingen heb je gedaan? Dag allemaal, ik ben Frank Pauw, hoofdcommissaris van de eenheid Amsterdam. En vandaag te gast bij Vragenvuur On Tour. Wat doe je allemaal als politiechef van Amsterdam? Ja, dat is vooral toch een combinatie maken van zorgen dat het operationele werk allemaal doorgaat. Dat hoef ik allemaal niet zelf te doen. Maar dat heeft alles met bedrijfsvoering te maken. Terwijl we hier zitten heb ik om 3:30 zometeen een driehoeksoverleg met de burgemeester en de hoofdofficier. Voor een hele ingewikkelde demonstratie aanstaande zaterdag. Het is een hele brede baan, een hele leuke baan. En ik doe het iedere dag met heel veel plezier. Draai je nog wel eens een dienst mee op straat? Nou, je zal het niet geloven, maar ik had vanmiddag om 3:00 afgesproken met Janneke Schep, wijkagent in de Pijp. En die afspraak heb ik helaas af moeten zeggen vanwege het feit dat we die driehoek hebben. Dit is ook politiewerk. En dan zou zij me de Pijp en omstreken laten zien. Wat dacht je toen Peter R. de Vries werd neergeschoten? Bij een vreselijk incident als die avond, dan gaat er zoveel gelijk starten bij de politie. En dan ben ik ook altijd heel trots op ons. Ik ben een voetbalfan en als je dan een term hebt als handelingssnelheid, dan zit dat daar wel in. Wat is het grootste verschil tussen Rotterdam en Amsterdam? Ja, de grootste verschillen zijn toch, ik kan het niet anders maken, de voetbalclub, politiemensen zelf, het werk. De liefde voor het vak, het professionalisme, dat is eigenlijk in allebei de steden gewoon gelijk. Amsterdam is de hoofdstad, bijna alle talkshows zitten hier, de kranten zitten hier. Dus de aandacht voor politiewerk is veel groter dan in Rotterdam. En dat doet overigens geen recht aan het werk wat in Rotterdam ook verzet wordt. Wat is er moeilijk aan je werk? Dat je werk nooit af is. Hè? Ik bedoel, dat is één. Er komt altijd weer een volgende demonstratie. Er komt altijd weer een volgende heftig incident. Ja, en wat ik altijd ook een moeilijke vind, is het geweld tegen politiemensen. Tegen hulpverleners in het algemeen, maar politiemensen zeker. Welke melding heeft je echt geraakt? Ja, dat zijn toch de meldingen waarvan je weet dat het heel groot gaat worden. Je noemde net zelf de melding van Peter R. de Vries. Ja, en dichter bij huis, toen ik vroeger met name in Den Haag zelf op straat zat, dat je daar met geweld en dood van anderen te maken kreeg. Wat voor opleidingen heb je gedaan? Ja, de middelbare school, dat was niet zo briljant. Ik heb, niet verder vertellen, 9 jaar over mijn middelbare school gedaan. En daarna heb ik de politieacademie gedaan. En eigenlijk parallel of er net iets achter heb ik politicologie gestudeerd aan de VU in Amsterdam. Dan als laatste nog het advies van de hoofdcommissaris. Vond je deze video leuk? Like hem dan. Laat je commentaar achter. Ja, en het belangrijkste natuurlijk, abonneer je erop.